Wij zijn in Polen op dit moment. En zoals jullie hier achter mij kunnen zien, staan we bij een vuurwerkwinkel. Dat is dus niet een markt, maar echt een vuurwerkwinkel. Want zoals je kan zien, verkopen ze ook Zena-producten. En dat heb ik eigenlijk nog niet eerder gezien in Polen. Dus ik ben super benieuwd wat ze precies hebben. En ik denk dat ze al een aantal Belgische producten hebben. Dus we gaan zo meteen even een kijkje nemen. Ik ben benieuwd of ze de nieuwe producten van Zena al hebben of zo. Alleen... Ik denk dat ze heel veel hebben van Zena. Nou, daar gaan we zo meteen even achter komen. We gaan een kijkje binnen nemen. Let's go! Dit is de Spyro Market, mensen. Volgens mij zijn dit allemaal bunkers daarachter. Daar hebben ze echt vet veel vuurwerk, 100%. Magic Lights. Ah, hij heeft wel een sfeertje hoor, dit. Even kijken waar we er naartoe kunnen. Waar we naar binnen kunnen. Want het hek hier is in ieder geval dicht. Ik hoorde een deur open gaan daar, dus... Firewerky. Wel lachen, hè, dat Zena logo daar. Zoals jullie kunnen zien, hier heb je dus allemaal producten die gewoon bij Zena in België ook te koop zijn. Of in ieder geval waren, want de nieuwe regelgeving hebben ze een aantal dingen veranderd. Maar in ieder geval, dat weten jullie. Hier heb je bijvoorbeeld de harten. Die gaan eruit bij Zena, die mogen niet meer, hè? Precies. Nou ja, hier heb je dus wat van die matten, ook van Original, echt. Waarschijnlijk als deze video online staat, dames en heren, zijn die harten al uitverkocht hoor, bij de Zena. Ja, maar, klopt, dat zijn ze al weg. Dan zijn ze al weg. Hier zie, ja, je ziet vooral hier zo heel veel funken. Funken, ja. Zie je? Echt heel veel hier van die knallers. Shell kitje van Funken. Dit zijn gewoon die Trueno's. Ja, die Tree, die nieuwste. Ja. Maar wel nog ook de oudere, de Trueno's. En dan verkopen ze ook gewoon Ugly Joe's, gek. Ja. Wie hebben ze nog hier? Jezus. Dat is echt fijn aan Polen, dat alle oude voorraad konden ze gewoon doorzetten naar Polen. Dat is een samenwerking, hè, dit. Ja. Maar dat had je natuurlijk al gezien. Samu-blok, ook dik, hoor. Zijn dat de nieuwere? Dus zelfs Funken PS5'jes. Dat zijn alles. PS5'jes hebben ze daar. Dat is niet normaal. Draka's. Daarboven ook. Die zijn allemaal eruit, hè, in België. Helaas, hè. Komen terug. Trueno, nummer 4. Ja. Nummer 3. Daar ligt nog wat Funken. Ja, als je het zo de shop eventjes heel snel bekijkt, heeft het echt een goed sfeertje, hoor. Maar ziet er netjes uit. Klopt. Echt ziek om gewoon bij een vuurwerkwinkel te zijn die je in België ook hebt en dat ze dan dit soort dingen ertussen verkopen. Alles gaat volgens de regels, dus geen shells, geen harde bommen of wat dan ook. Dit is ook een maximaal wat ze verkopen, niet zonder de toon. Ja. Ik ken Henry. Henry houdt zich altijd netjes aan de regels, maar hij zoekt altijd wel de grens op. Precies, en wij ook eigenlijk. We gaan net de grens over. FP3.
tussen de ugly joes liggen en de xenanitraten. Dat Colossaluut natuurlijk, niet te vergeten. Dum Bum, Scream, 3S. Kijk, dat heeft Ruben. Kappa. Dus zoals jullie zien, Xena-producten in Polen. Je hebt hier natuurlijk verschillende dingen, maar ook dingen die je dus niet in België te verkrijgen zijn. Bijvoorbeeld Cadri Salute Cakes. Heel erg ziek om te zien. Maar ook natuurlijk PS5'tjes. Daar zo. En zoals ik net al aangaf, de Ugly Joes, die eigenlijk zo goed als weg zijn in België. Die komt natuurlijk wel terug in een andere vorm. Maar hier heb je gewoon een FP3 ernaast Crazy Robot. Daarachter heb je nog Colossalutjes. Het is gewoon een goed sfeertje en het is in Polen, dus ze houden zich hier gewoon aan de regels. Niet dat ze dat niet doen in België, maar ja, het is hier misschien iets minder streng op dit moment. Nou, we hebben eventjes Zloty gepind. En dan kunnen we zo meteen in gaan slaan. Want ja, eerlijk is eerlijk. We willen natuurlijk wel wat kopen hier zo. Ja, jammer dat je niet kan pinnen, maar voor de mensen die hier ooit zullen komen, je kan hier dus niet pinnen. Je moet dus eerst eventjes naar de bank gaan en daar je geld gaan ophalen. Hier ook met het bordje Xena naar binnen. Het lijkt net alsof je in België bent, maar dan ben je in Polen. En ze spreken Pools in plaats van België. Moment, wat is dat? Scream 5. Scream 5? Ja, Scream 5. Kan ik je niet lezen? Staat hier al hoor, jonge kerel. Ja, we hebben even wat dikke dingen gehaald. Dolphits. Hier mensen. Kat 3 gewoon hè. Besef. Op mijn schouder. Ja, bluff. Ja. Dat is interessant, hè. Hij is niet scherp. Maar... Ja? Maar dit zijn we aan het klaar, jongens. Ik heb echt een monopolie wel gehad. Zo! Mooi. Gaan we betalen, elke poon? Ja. Jij kan nog maar 5. We hebben dus even wat geshopt hier zo bij de vuurwerkwinkel Pyro Market hier zo, waar ze ook Xena verkopen dus. Maar in ieder geval, ik laat jullie allereerst zien waar ik het meest naar benieuwd ben. Dat is een saluutblok van Xena. 60 shots, Bigger Tiger Till to Thai Saluut. En het is Kat 3, dus die zal nooit verkrijgbaar zijn in België. Nog in Nederland. Inderdaad, ja, Nederland al helemaal niet, maar Kat, ja, klasse 3. Die gaan we natuurlijk ook even. Ik ben er super benieuwd naar deze, dus heel erg benieuwd. Pak je de Ugly Joes, die zijn weg in België. Zal vervangers zullen er wel voor komen, maar ja, dachten even ouderwets, eventjes een pakje Ugly Joes. Ik ben er altijd wel fan van geweest. Hadden wij heel veel in de video's vroeger. Je staat op de afbeelding. En hier heb je natuurlijk een Scream Rocket 4. Die hebben een stokje bij gekregen. Doet Ruben zo meteen even een plakbandje omheen en dan gaat hij de lucht in. Traka 10 meter special en daar schijnt een eindbom aan te zitten, een behoorlijke. Dus die hangen we ook even om Ruben zijn nek. Hier hebben we een pakje Scream 5S. Leuke knalletjes. Leuk op Ruben's kanaal binnenkort. Nee, die zijn van oud en nieuw. Oh. Nou, hier hebben we nog een paar leuke fonteintjes. Wat is er zo bijzonder aan deze fonteintjes? Dit zijn echte fonteintjes zoals Bombridge dat vroeger hadden. Okay. Die assorted flower fountains. Alleen hier zit er een knalletje aan van 10 gram. Oké, okay. Nou, hartstikke benieuwd ernaar. Of ja, ik heb nog een pakje ervan. Geen idee van 10 gram, maar er zitten wel een paar gram eindknal op. Oh ja. Dat is leuk voor mensen die heel stoer ernaast gaan staan. Want het is maar een fonteintje en dan denk ik kabam. Oké, okay, nou ja. Hier hebben we ook nog een pakje Funke Slag. Slag 10. Twee keer. Hoeveel zitten er in een pakje? 6. 6 in een pakje. Yes. Schijnen heel hard te zijn, zegt Ruben, dus haal het er sowieso even bijgenomen. Kunnen we ook even gaan uitproberen. En al met al hebben we best wel leuke dingetjes geshopt hier zo. Ik zeg dat het best wel bescheiden is, maar toch wel leuk. Want vooral dit blok ben ik super benieuwd naar. Hoe knalt deze? Toch? Ja. Ik ben er echt benieuwd naar. Zet daar gewoon in het bos neer en dan bam. Hoppakee, en dan fik erin en dan ben ik super benieuwd. Dus ik zal zeggen, bedankt voor het kijken naar deze video. Laat even weten wat jij van deze winkel vindt. Het lijkt best wel alsof we hier nu een baar lopen in de Klokkenstraat. Maar het is gewoon Polen. En het is niet een officiële Xena winkel, maar ze verkopen Xena producten. Dat moeten we er nog wel eventjes bij zeggen. Ik bedank jullie voor het kijken.
Geef alvast een like, geef even een reactie achter en dan zie ik jullie wel weer bij de volgende video. Later.